iedereen in onze crew is anders. Niemand danst hetzelfde. Ik denk dat er niets in de wereld bestaat zoals wij zijn. Volgens mij moet je meer die dingen aan. We zijn aan het werk aan een voorstelling die volgend jaar in première gaat, Decipher. Het bestaat uit 4 hoofdstukken. En vandaag zijn we aan mijn hoofdstuk aan het werken. Het is een kaartspel wat uit de hand loopt. De vorige voorstelling was echt in grote zalen. En dit wordt echt met klein publiek, met ook minder middelen. Dat is ook voor het eerst dat we iets maken met minder man. Dus dat is ook heel spannend. We zijn als The Ruggeds sinds 2005 al bij elkaar. Wat je nu merkt is dat mensen ook eigen ambities hebben. Dus bijvoorbeeld sommigen willen de Olympische Spelen winnen. Sommige mensen willen meer in het theater werken. Sommige mensen willen meer in het commerciële veld werken. En daarin trekken we samen op. The Ruggeds is ontstaan als een vriendengroep die dezelfde passie delen. En vanuit daar is het iets artistieks geworden. Wij kwamen allemaal bij elkaar in de les van zijn vader, bij mij in de straat. Het is heel bijzonder als je iemand al zo lang kent en zo'n goede band hebt, om vervolgens zeg maar, vanuit de speeltuin jaren later naar Japan te vliegen om daar op een supergrote stage te staan. Dat is echt heel bizar. Ja, de dans heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht. Ja, het is super tof dat we dat nog steeds kunnen doen, elke dag. Blessures zijn wel een ding bij ons. Ja, ik ben echt de king of injuries. Ja. Ik heb zelf 2 keer mijn kruisband afgescheurd. Links en rechts. Dat is vorig jaar gebeurd. Allebei mijn meniscussen gescheurd. Mijn hand blijft staan, schouder uit de kom. Ik heb mijn hand gebroken. Dus ja, het is niet per se goed voor je lichaam. Between Us is eigenlijk de eerste keer dat we een theaterstuk hebben gemaakt en hebben gezegd van oké, we gaan de kracht van break wel gebruiken. Maar we gaan proberen om niet te leunen op het breken aan zich. We hebben gewoon gezegd, oké, nou gaan we iets doen wat we eigenlijk helemaal niet kunnen. En we kijken gewoon wat eruit komt. Between Us is ook gewoon een voorstelling die heel erg gaat over ons als groep. The Ruggeds is echt voor mij een tweede familie. We wilden dat gewoon een beetje benadrukken. Dat dat heel belangrijk is in de wereld, denk ik. Dat je dat soort verbintenissen met mensen hebt. En dat het niet over bloed gaat of waar je vandaan komt of wie je bent. Maar dat je die connectie met iedereen kan hebben. Ja, het is bizar om de Charlotte Keulenprijs te winnen. Totale verrassing. Wat wij doen is wel iets wat zeg maar heel underground is. En dan is het wel echt heel fijn om zo'n grote erkenning nu te krijgen.